Hoi! In deze video gaan we twee LOL's prijsballen openmaken. Een petsbal en eentje uit de glitterserie. Hier zit een poppetje in en hier zit een huisdier in. Deze is voor mijn dochter van 7 en deze is voor mijn dochter van 11. En we hebben tot nu toe nog geen zilveren bal, hè? En dat is dus de zeldzame. Ja, want dat is de zeldzame. Ze zijn allemaal goud of zilver en er zit maar een enkele zilveren bal tussen. Dus wie weet gaan we voor het eerst een zilveren bal vinden. We gaan nu beginnen met de petsbal. Waar hopen jullie op? Splash Me Almeida. Ja. En MC Hammy. En jij op de hamsters. Dus de zeemermin-kat? Ja. Ja. En hamsters. Of de hamsters. Weten we dat dan al meteen bij de rebus? Waar is die hier? Het is. Oh! Die hadden we laatst, hè? Deze kon ik bekend hoor. Ja, weet je hem nog? Ja. En dat is? Fairy Tail, maar dat hoeft niet dezelfde te zijn, toch? Kan ook een andere zijn uit dezelfde groep. Ja. Het wordt steeds lastiger om niet een dubbele te hebben. Die bal gaat lekker. Er kunnen in ieder geval geen hamsters in zitten. En niet Splash Me Almeida. Oh, die zit hier ook in de gouden bal? Oh, dat wist ik niet. Dit is een ultra rare. Een gele zandbak met donker zand. Het is niet een roze zand hoor, denk ik. Nee. Eerst het schepje en gaan jullie dan een beestje erbij zoeken? Ja, is goed. Dan gaan we nu op zoek naar het schepje. Dit is de hendel. Dit is ons huisdiertje. Dan heb ik hier drie zakjes. Ik ga meteen een schepje pakken. Ja. Ik ben heel benieuwd of het eentje is. Oh, ik heb de kleur al gedaan. Pak het maar. Het is een rood schepje. Het is een katje. Een katje. Hebben die al? Mm-hmm. Ja? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, deze bal was precies geschikt ervoor. Die heb ik nu voor me liggen, dus ga maar pakken. Mijn dochter van 11 heeft het poppetje dat bij dit huisdier hoort in deze bal gedaan. En jij bent ook gaan kijken, hè? En heb je een idee of echt helemaal niks? Niks. Nee, want we hebben dit nog niet zo lang geleden uitgepakt. Ja, maar ik kan het niet herinneren. Niet herinneren. Als ik dit nu uitpak, dan weet je het meteen. Dus ik begin met dit zakje. Pak het maar. En wat is het? Oh. Weet je het nu? Ja. Ja? Nog niks zeggen. Dan pak ik nu dit erbij en dan weet je het zeker. Het is een hele leuke haarband met glittertjes aan de binnenkant. En dan pak ik nu ons huisdiertje erbij. En we hebben al zoveel diertjes en zoveel poppetjes. De meisjes zijn altijd nog steeds een klein beetje teleurgesteld als we een dubbele hebben, maar... Dit kun je heel gemakkelijk ruilen, dit diertje. Ja. Want ze is heel populair. Het is namelijk, daar komt ze. Hops Kitty. Hops Kitty. Met een hartje. Echt super schattig. En vooral ook met de haarband in vind ik haar nog leuker. Dan gaan we nu kijken welk poppetje in de bal zit. Hops. En het is Hops. Met dezelfde haarband. Alleen is die van haar ietsje donkerder, dat roze. En dan zitten hier nog schattige schoentjes in, denk ik. Wil jij het eruit scheppen? Ja hoor. Pak het zand wel, of pak het schepje maar. Ik ben benieuwd of dat gemakkelijk gaat. Ja. Ik zie er eentje. Ik zie er al drie. Ja. Ik zie er al vier. Vier schoentjes. Ik ga ze eruit scheppen. En zo ziet Hops Kitty eruit met haar schattige schoentjes aan. Dan gaan we nu de glitterbal openmaken. En ik hoop zo dat er een zilver in zit. Ik ook. Wil jij de ruitsluiting even aftrekken? Is goed. Oh, die ging makkelijk. Als hij is even buiten beeld, zodat ik niet meteen weggeef. Hé, hey, ik ken hem niet, meiden. Jullie? Nee. Ik weet hem. Maar die hebben we nog niet in een video gehad. Nee, volgens mij. Dus,
Een nieuw poppetje. Ik ken hem wel. Zeg het maar. Light Camera Action, volgens mij. Light Camera Action. Denk ik. Dat is wel grappig. Lights, met de S erachter, Camera Action. Nou. Spannend, spannend. Wil je? Ja. Ik zie nog steeds niet de kleurbal. Ik dacht... Ja, precies, dat dacht ik ook. Is het zelf niet? Nee, ik zie dat. Nee, goud. Jammer. Ja. Dachten jullie zilver? Ja. Waarom? Nou, door dit dacht ik. En toen zag ik goud en dacht ik, laat maar zitten. Nee, want dat is juist normaal nu. Iemand zei onder een video, ik zie steeds wel heel veel laag plastic. Ja, I agree. Ik hoop maar dat het heel speciaal afbreekbaar plastic is. Almost there. In ieder geval doen wij dat natuurlijk bij het plastic. Voor wat betreft het weggooien. Afgescheiden. Nou, deze eerst. Dat is volgens mij de outfit. Maar ja, één. Ik wil eerst de beker dan. Ik heb het verkeerd gedaan, hè? Terwijl ik aan het doorkletsen was. Mag ik voelen? Zeker. Mag ik dat voelen? Zeker. Wat voel jij deze? En dan voel ik dit. Oeh, wat is dit? Spannend, spannend. Oh nee, dit zijn schoentjes volgens mij. Nou, dat is heel grappig. De meisjes hebben nu allebei al een idee. Op basis van het voelen van het zakje. Jij twijfelt, hè? Ja, ik twijfel. En jij niet? Ik had een idee, alleen dit voelt echt heel goed. Wanneer gaan jullie een poppetje erbij pakken? Na de beker? Na de beker. Oké. Okay. Ik kan het wel heel wel pakken, hoor. Ja, maar jij twijfelt. Het is... Een roze... Oh ja, nu heb ik een idee. Nu heb ik echt een heel groot idee. Nu weet ik het helemaal zeker. Oké, nou dan gaan jullie nu allebei een poppetje pakken. De meiden hebben allebei een poppetje gekozen. In de roze bal zit het poppetje van mijn dochter van 11. En in de gouden bal zit het poppetje van mijn dochter van 7. Dan gaan we nu verder met outfit en schoentjes. Eerst maar de schoentjes. Ja. Ik krijg hem lastig open. Ik heb hier een schaartje. Zo. En het zijn kleine schoentjes. Wil je ze eruit pakken? Ja, is goed. Paars. Ja. En dit is 2. Het is in ieder geval een nieuw poppetje. Super leuk weer. Paars of eigenlijk lila schoentjes met een strikje. Strikje aan de zijkant. Ja, had ik niet verwacht bij die beker. Ik ook niet. Ik weet het. Jij weet het. Dus jij denkt dat jij het goed hebt. Ja. Inpakken? Ja. Oeh. Een heel mooi roze jurkje met lila erin verwerkt. Dus dat past dan bij de schoentjes. En glitters uiteraard. Dan is het nu tijd. En wat denk jij? Heb je het goed of niet? Nee. Ik heb het denk ik wel goed. Ja? Daarom denk ik dat ik het van heb. Is de accessoire? Je weet het niet. Ja. Weer zo lastig. Ja, geef maar. Ik knip bijna mijn vinger. Ik ben zo benieuwd. Ik weet het echt niet. Het is klein. Het is klein, hè? Haarband? Kettingje. Haarband. Dat is niet klein. Zitten er glitters op? Nee. Of wel? Een beetje. Een lila haarband. En dan komt nu het poppetje. Centersteek. Oh, ze heeft oranje glitterhaartjes. Centersteek? Ja. Heeft de echte center stage of de eerste center stage ook oranje haartjes? Nee, zij heeft roze haar. Roze haar. Nou, dan gaan we eerst jouw bal er maar bij pakken. Ja. Dan ga ik zo meteen glitter center stage aankleden. En dit is... Fancy. Daar krijg ik ook tussen. Omdat ze roze kleertjes heeft. Ja. Fancy. Wel super schattig onze Fancy. Maar...
Ja? Ik dacht ook Teacher's Pet bij de beker, want ik dacht een koffiebeker. Dat dacht ik ook. En hier hebben we Center Stage. Met haarband. En de haartjes zijn, ja, niet echt roze. Een beetje persikkleurtje is het. En in die zin snap ik het dan wel. Maar ik denk als je dat, ja? Dat ze roze haar had, maar dat ze het met oranje glitter hebben gedaan. Ja, dat zou kunnen. En zo ziet onze glitter Center Stage eruit als ze is aangekleed. Echt super schattig. Maar de haarband is te groot. Ik weet niet of dat een foutje is. Maar ik krijg deze haarband krijg ik niet goed in. Zie je? Die moet dan dus een beetje zo blijven staan. En deze, bij de eerste Center Stage. Ja, die zit wel goed, hè? Nee. Ook niet echt. Hij vliegt een beetje. Zit wel ietsje beter. Hij is ietsje strakker. Even kijken of ik dat dan wel bij de Glitter Center Stage krijg. Ja, die zit ietsje beter. Komt misschien door de knotjes, dat weet ik niet. Maar hoe dan ook, wij zijn heel erg blij met ons nieuwe poppetje. Center Stage heeft even geholpen. Hops Kitty heeft nu genoeg te drinken gekregen. Haar haarband gaat heel even af. En dan gaan we nu kijken wat haar waterkrachten zijn. Ik hou mijn hand er voor de zekerheid al onder. En oh, ons derde. Tweede. Tweede? Ja. Ik dacht de derde. Nee. Echt waar? Echt. Nee. Nou meiden, ik betwijfel het. Maar we gaan nu even verder. Waar hebben we dan allemaal die plast? Dat ene hondje die ik zo schattig vond met die vlekken. Ja, dat is Bubble. Bibi Pup. Ja, Bibi Pup. En dan hebben we nog zo'n Fresh. Zo'n Hops Kitty. Ja. En dit is onze tweede Hops Kitty. Ja. Nee, maar die andere Hops Kitty plast niet. Nee, die spuugt. En ook Center Stage heeft nu genoeg gedronken. Zij plast volgens mij ook. Denk je? Dan ga ik mijn hand er maar weer onderhouden. En oh, nee. Ze huilt en spuugt. Ze huilt. Ze huilt dikke tranen. En ze spuugt omdat ze glitters in heeft gespikt. Dat zou kunnen, dat ze daar misselijk van is geworden. Ik ga haar meteen even het ijswater doen. Misschien helpt dat tegen het spugen. Nou, glitterpopje. Nee. Nee, hè? Nee, alleen Diva. Alleen Diva? Glitterpopje Diva? Verkleurd? Ja. Nou, die hebben we nu niet. Dan gaat dit kleine schatje erin. Hops Kitty. En kijk eens. Zij verandert niet. Nee, ze verandert niet van kleur. Terwijl die andere die we hebben, die krijgt een heel schattig hartje hiervoor. Bij de voorpootjes. En andere haartjes. Dus zo zie je maar dat ze allemaal verschillend kunnen zijn. Ja. En dan is het weer tijd om deze video af te sluiten. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!